ik werk nu bij Dierenpark Emmen. Ik ben werkzaam als horecamedewerker. Dat houdt in zeg maar, dat je een soort van het grootste tot het kleinste werk doet. Ik bedoel, je staat in de keuken, je serveert of je ruimt tafels af, je maakt schoon. Of eigenlijk doe je van alles. Het is eigenlijk een beetje het allround, zeg maar. Je doet niet één ding, zeg maar. En mensen gewoon, als het ware, naar de zin maken, gewoon gastvrij opstellen en positief. Ik ben via het TDC ben ik hier terechtgekomen. Het TDC is een traject via het UWV. En dan moet je vier weken volg je een traject. En dan word je geobserveerd, dan gaan ze kijken naar je kwaliteiten. En moet je bepaalde assessments doen. Er zijn gewoon ruimtes ingericht. Grof metaal, fijne metaal en motoriek. En, en ook gewoon van die groepsopdrachten en zo. Ik heb het gewoon een beetje op me af zien laten komen. En uiteindelijk heb je een eindgesprek met je begeleider. En, dan, en die neemt het dan met je door. En dan, je weet het zelf ook wel wat erin komt te staan en wat niet. Het wordt wel gewoon persoonlijk besproken. Dat ik sociaal was en Nederlandse taal beheers. En gewoon redelijk intelligent en gewoon sociaal. En gewoon goed profiel, positief. Als het ware maken ze een profielschets voor je op. En uiteindelijk wordt het doorgestuurd naar je klantmanager. Die houdt dat er gewoon bij en die kan het gewoon sturen naar bedrijven. En als het bedrijf vraagt hoe je in elkaar steekt of wat dan ook, dan over welke profielschets je beschikt. Ja, uiteindelijk heb ik bericht gekregen dat ik op gesprek mocht komen. Nou, positief gesprek, sta ik hier. Ik bedoel, werken in een dierenpark, in een horeca, dat is anders dan in een restaurant. Hè? Ik bedoel, dit is een unieke locatie. Ik bedoel, kijk de dieren, kijk de mensen. Ik bedoel, dat vind je nergens. Ik heb verschillende mensen leren kennen en met verschillende achtergronden. En ik heb er zeker wat aan gehad. Met zo'n profiel kun je ook gewoon verder. En het is ook gewoon voor je toekomstig werkgever is het ook gewoon goed. En die weet precies welke persoon die voor zich heeft.